Het conflict binnen de Landelijke Partij voor de Dieren is zo hoog opgelopen dat het Almeerse Kamerlid Leonie Vestering is opgestapt. Ook heeft vandaag het hele bestuur aangegeven ontslag te nemen. Een bedrijf uit Zeewolde krijgt 2 miljoen euro om uit te kunnen breiden. En dat allemaal vanwege deze stalen scheepszeilen die tot wel 30 meter hoog kunnen worden. En de kerkgemeenschappen in Dronten zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen als de opvang voor asielzoekers in oktober weer open gaat. En wat moet je kunnen? Nou, gezellig een kopje koffie drinken of gewoon een luisterend oor bieden. Het is vandaag woensdag 13 september en dit is Flevoland. Goedenavond. Er is ruzie binnen de Partij voor de Dieren en daarom maakte Leonie Vestering uit Almere gisteren bekend dat ze stopt als Tweede Kamerlid. Ook het bestuur van de partij liet vandaag weten af te treden. Dit alles heeft te maken met lijsttrekker Esther Ouwehand. Praten we over verder met verslaggever Cindy Keizer. Cindy, wat is er nu eigenlijk allemaal aan de hand? Nou, het begon eigenlijk afgelopen zaterdag. Toen gaf het bestuur van de Partij voor de Dieren aan dat ze niet verder willen met Esther Ouwehand als lijsttrekker. Dit zou te maken hebben met meldingen rondom integriteit. Maar volgens Ouwehand is het zo dat ze felle kritiek heeft geuit op het bestuur en dat ze daarom niet met haar verder willen. En dat maakte allemaal nog wat los in het land, hè? Nou, zeker. Veel lokale politici schaarden zich eigenlijk achter Ouwehand. En ook een aantal Tweede Kamerleden van de Partij voor de Dieren zeiden dat als Ouwehand niet langer lijsttrekker is, dat zij dan niet meer op de lijst willen staan. Leonie Vestering die stond daar iets anders in. Zij gaf eigenlijk aan van, nou, ik wil eigenlijk eerst dat die signalen rondom integriteit goed worden onderzocht. Maar gisteren stapte zij op. En voor mij heeft die strijd voor de dieren altijd prioriteit gehad. Altijd voorop gestaan. En dat zal altijd zo blijven. Maar onder deze werkomstandigheden kan ik dat niet langer doen. En daarom heb ik besloten om mijn functie als Kamerlid neer te leggen. Nou, Cindy, kwam dit onverwacht? Ja, zeker. Ook haar fractiegenoten waren hier helemaal niet van op de hoogte. Maar volgens verschillende bronnen ging het al langere tijd niet zo goed tussen Ouwehand en Vestering. Eerder dit jaar legde Vestering ook tijdelijk het werk neer vanwege ziekte door werkomstandigheden. Of dat nou vanwege het conflict met Ouwehand was, is niet duidelijk. Maar ze bevestigde gisteravond wel aan de Telegraaf dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp om hulp is gevraagd in dit conflict. De problemen spelen dus al langer. Is Vestering dan degene die zo'n melding over Ouwehand heeft gedaan? Tegen de Telegraaf zegt ze van niet. Ze zegt, laat duidelijk zijn. Ik ben niet degene die een integriteitsmelding bij het bestuur heeft gedaan. Maar het klopt dat ik mij genoodzaakt voelde om mij te melden bij Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De werksituatie op onze fractie was zo ontspoord dat ik dat nodig achtte. Ik heb met Vera meerdere gesprekken gehad nadat het niet lukte om de situatie intern op te lossen. Volgens Vestering wil de Ouwehand ook niet meer met haar in gesprek. Nou ja, het bestuur is nu dus opgestapt. Hoe gaat het nu verder? Nou, het bestuur gaat een interim bestuur aanstellen om allerlei taken nu op te pakken. En hebben ze Esther Ouwehand weer als lijsttrekker aangesteld. Ook al zeggen ze zelf, wij vinden haar niet geschikt om dit de komende 4 jaar te gaan doen. Wat betreft Vestering is het nog niet duidelijk of zij nu echt vertrokken is uit de politiek of dat ze misschien wel weer terugkomt. Maar daar wil ze ook geen vragen over beantwoorden. Dankjewel, verslaggever Cindy Keizer. Tegen een 28-jarige man uit Almere is 3 jaar cel geëist. Hij zou een van de daders zijn bij 2 snelkraken op juwelierszaken in Zwolle en Ermelo vorig jaar. Daarbij werd opgeteld voor meer dan 200.000 euro aan juwelen en goudbuit gemaakt. DNA-materiaal van de Almeerder is op gereedschappen gevonden die bij zowel de kraak in Zwolle als in Ermelo is achtergelaten. De officier van justitie omschreef de beide kraken als zeer professioneel. Zo duurde de kraak in Zwolle nog geen 2 minuten. De uitspraak van de rechter is over 2 weken. Big Bazaar krijgt van de rechter niet meer tijd om afspraken te maken met schuldeisers. De winkel heeft in Flevoland vestigingen in Almere, Emmeloord en Lelystad. De rechtbank in Leeuwarden heeft voor de 2e keer geweigerd om een zogeheten afkoelingsperiode in te stellen. Daarmee dreigt opnieuw een faillissement voor de koopjesketen. De afdeling cardiologie van het Flevo ziekenhuis in Almere is weer open. De afdeling was sinds zaterdag dicht vanwege een uitbraak van het norovirus. Op de afdeling maag, darm en leverziekte werden gisteren 2 nieuwe besmettingen vastgesteld. Die afdeling blijft nog dicht.
Het norovirus is een ontsteking van de darmen en is besmettelijk. Het zorgt voor maagklachten zoals misselijkheid, diarree en braken. Het bedrijf Econowind in Zeewolde heeft 2 miljoen euro gekregen van de ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland en die van Noord-Nederland. Met dat geld kan het bedrijf in de komende jaren de productie flink uitbreiden. We zijn hier aan het bouwen aan een soort vliegtuigvleugels. En die worden gebruikt als een soort zeil. Die worden uiteindelijk op schepen gezet. Het bedrijf Econowind in Zeewolde bouwt aluminium zeilen, de zogenoemde ventofoils. Eigenlijk zijn het vleugels die verticaal zijn geplaatst. Zeeschepen kunnen met deze vleugels efficiënt varen en zodoende enkele procenten brandstof besparen. Het ligt er een beetje aan hoe groot de vleugel ten opzichte van hoe groot het schip. Maar wij proberen het altijd uit te mikken dat je rond de 10% gemiddeld uitkomt. En met een maximum, als je dan echt hele goede wind hebt, dat die precies goed zit, dat die echt de kracht recht naar voren geeft, en dan kan het wel 25% of 30% zijn. In Zeewolde bouwen ze op het ogenblik vleugels met een grootte van 8 tot maximaal 16 meter. Het meeste wat wij doen is voor de short sea. En de short sea is typisch schepen van 80 tot 150 meter. Van zeg maar 4000 ton tot 20.000 ton. Door gezamenlijke investering van 2 miljoen euro door Horizon Flevoland en de NOM kan de productie worden opgeschroefd, waarmee het bedrijf rond 2026 zo'n 200 vleugels per jaar wil produceren. Ook gaat het bedrijf inzetten op grotere vleugels van zelfs 30 meter lang. Die grote vleugels worden alleen niet in Zeewolde gemaakt, maar in Warten onder de Rook van Leeuwarden. Door ook daar te produceren komen ze ook in aanmerking voor geld uit Noord-Nederland. Toch vindt zo'n 75% van de productie plaats in Zeewolde. We zijn nadat de brandstofprijzen zo omhoog gegaan zijn, zag je de vraag enorm toenemen. En dus is de potentie nu dat we echt flink gaan groeien. En als je groeit heb je daar liquiditeit voor nodig, geld voor nodig. Dus wij zijn heel blij met de ruimte die we hebben kunnen ophalen bij de NOM en bij Horizon. Frank Nieuwenhuis zegt dat het bedrijf ook in de toekomst Flevoland trouw blijft en momenteel naar een nieuwe locatie zoekt in Zeewolde waar de productie kan worden uitgebouwd. Twee scooters en verschillende kliko's zijn gisteravond op Urk in brand gestoken op de beruchte rotonde aan de Akkers. De Urker brandweer moest daarom 2 keer in actie komen. Op dit filmpje is te zien dat een van de vermoedelijke brandstichters op een brandende scooter de rotonde oprijdt. De gemeente Urk zegt op de hoogte te zijn van de brandstichting en gaat ervan uit dat het een incident is. Daarom worden er voorlopig geen maatregelen bij de rotonde genomen. Vanaf oktober worden er weer asielzoekers opgevangen op het terrein bij Walibi in Biddinghuizen. Kerkgemeenschappen uit de omliggende dorpen zijn op zoek naar zo'n 40 vrijwilligers die hun handen uit de mouwen willen steken. Jij hoeft niks te kunnen als je je goed hart maar meeneemt en medeleven hebt voor deze mensen, dan is het altijd goed. En dan gaat het om kleine dingen. Luisteren. Er voor hen zijn. Gezellig koffie drinken. Dat. Hun zien. Als mens. Niet als nummer of als vluchteling, nee, als mens. Wat ze ook heel veel vragen, de asielzoekers zelf, wij willen graag Nederlands leren. De verwachting is dat er dit jaar weer zo'n 1500 vluchtelingen op het evenemententerrein in Biddinghuizen onderdak zullen vinden in tientallen tenten. Vorig jaar waren er in totaal zo'n 40 vrijwilligers. En voor de nieuwe vrijwilligers is vanavond een informatieavond in de Oosterkerk in Elburg. Kan je als vrijwilliger nou ook iets leren van asielzoekers? Jazeker, hun gastvrijheid, hun enthousiasme, toch ook hun vertrouwen. De Nederlandse overheid, dat ze toch hier hopen te kunnen blijven. Dat stralen ze echt wel uit. Wat verwachten jullie nou concreet van vrijwilligers? Want ze moeten ook gewoon wat doen, natuurlijk. Nou, vrouw, als ze talent hebben, graag. Als iemand muziek speelt, mag je daar komen en zeggen van ik speel wat muziek, ik neem wat mee. Alsjeblieft, meld je aan. Het gaat vooral om vermaken van de asielzoekers. Het is eigenlijk vermaken. Ik zag een filmpje van vorig jaar. Dat zag er heel feestelijk uit met muziek en trommels en zo. Jazeker, dat is muziek. Hè? Ja, wij Nederlanders zijn niet zo, maar vooral Afrikaanse mensen en ja, toch ook Syrische mensen. Ja, die kunnen hun emotie in muziek kwijt. En dat is geweldig. Heikoop en Philipsen genieten nog na van de feestjes die ze vorig jaar als vrijwilligers met asielzoekers hebben gehad. Dat was de gek van het dorp daar. Het was zo grappig. Ja, man. En ook dit jaar zijn er dus vrijwilligers nodig. We hebben van vorig jaar zijn er een aantal die gaan door. Die willen ze, oh, wij willen weer verder gaan. Kan altijd meer.
ongeveer. Oeh, jeetje. Nou, kom maar met getallen. Er is altijd wel, iets te doen voor iemand. Op het Redenplein in Dronten is de mobiele milieustraat gepresenteerd. Bewoners die niet in de gelegenheid zijn om hun oude huishoudelijke apparaten, verfblikken, batterijen en klein metaal naar de milieustraat op het industrieterrein te brengen, kunnen dat nu op de markt doen. Het voertuig staat op verschillende dagen in Dronten, Zwifterband en Binninghuizen en werd geopend door wethouder Lazize Hillebrecht. Om twee redenen eigenlijk. Om afval inzamelen en scheiden nog makkelijker te maken. En dat mensen hun klein grof huisval hier kwijt kunnen. Maar ook, we komen naar de dorpen toe. Er zijn ook mensen die zeggen, ik vind het eigenlijk wel vervelend dat ik naar Dronten moet. Naar de Milieustraat om mijn spullen weg te brengen. Dat is ook een stukje gemak. En dat het een goed idee is, blijkt wel. Heel handig. Want ik kom iedere week op de camping. Of op de markt ook. Denk je dat veel mensen er gebruik van gaan maken? Dat hoop ik wel en ik denk het ook. Dag mevrouw, dat was een hele tas vol. Ja, het ruimt lekker op. We gaan altijd gescheiden opruimen. Maar om het nou daar helemaal heen te brengen, ik denk dit is een mooie gelegenheid. Ja, dit is dan de perfecte oplossing, hè? Vind ik ook. De wagen staat op de oneven weken op woensdag van 11:30 tot 12:00 op de markt in Dronten. Op even weken op dinsdag van 1:30 tot 3:00 op de markt in Zwifterband. En op even weken op woensdag van 1:30 tot 3:00 op de markt in Binninghuizen. Zet het in de agenda. Nu krijg je het weer voor de komende dagen met Robert de Vries. En dit was Flevoland voor vandaag. En voor nu wens ik je een heel fijne avond. En natuurlijk heel graag tot morgen. Dag.